Ieder weekend gaan honderdduizenden jongeren helemaal los in de verschillende uitgaansgelegenheden in het land. De uitsmijters aan de deur zorgen dat alles ordentelijk verloopt. Of grijpen in als het nodig is. Gaan we zelf moeilijk doen? In de aanloop naar de serie De Uitsmijters volg ik jongeren in de verschillende delen van het land en ga met hen op stap. Deze keer ben ik in Barendrecht. Ja, we zijn vandaag in Barendrecht en we gaan met een fantastische groep jongeren hier ons avondje beginnen. En vervolgens wijken we toch uit naar Rotterdam 010. Je kent het wel. Is dat lekker? Noordside on low side. ZZ gang all day. Weet hoe we rocken, gejurken, rip, Elias. Kijk eens aan. Cindy volgens mij, hè? Cindy. Wij gaan op stap vanavond. Juist. Jeetje, jongens, dit is wel een heel Hollands kringgroepje, hoe we doen. Ja, wat hoort er nou bij een echt typisch Rotterdamse avondje? Of tenminste gewoon een heerlijke uitgaansavondje? Nou, eigenlijk toch wel heel veel alcohol. Dit dronk ik dan ook nog. Goldstrike. Jeetje, Mina. Kokos. Ja, kijk, exotic. Jeetje, ook een hele dikke Batra. Tuurlijk, we hebben veel. We hebben alles in huis. Nick heeft centen. Dus met Nick moet je eigenlijk op stap? Met Nick moet je op stap. Nou, Nick, ik hoor dat ik een beetje met jou op pad moet gaan. Hi, Nick. Je hebt natuurlijk altijd één iemand in de groep die de schade betaalt, zeg maar. Ben jij de Hans van deze groep? Nee, dat is Sky. Ja, ik hou van diktaal, ja. Iedereen eventjes handen voor de ogen. Iedereen handen. Ja, wie is nou eigenlijk degene die al het goedkoopste uit is na zo'n weekendje? Oh, ho, 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 ho. Jij haalt de muntjes vanavond. Dat weet ik wel. Jongens, waarom is een avondje met jullie op pad nou eigenlijk zo fantastisch? Want ik hoop dat je gewoon thuis in bed belandt. Niet ergens in een cel of zo. Hebben we meegemaakt. Ik zeg niet wie. Wow. Sommige mensen, overal plassen. Sommige mensen hier plassen tegen politiebusjes aan. Hij was het. Kai. Ja. Ik heb een beetje te veel gedronken die avond. Is er nog beeldmateriaal? Ja. Maar het is ook niet zomaar een politiebus. Deze kan je zo ingeschoven worden. Ja. Echt zo. Oh, jongen. Ja, dit is natuurlijk nog onschuldig dronkenmansgedrag. Maar uit onderzoek van één vandaag blijkt dat 34% van de mensen die wel eens uitgaat, slachtoffer is geworden van uitgaansgeweld in de afgelopen 5 jaar. Van die mensen zegt 71% dat het ging om verbaal geweld. Zij werden uitgescholden of geïntimideerd. Bij de helft ging het zelfs een stapje verder. Zij werden slachtoffer van bedreiging. Mannen zijn vaker dan vrouwen betrokken bij uitgaansgeweld. Vooral de mannen in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar. Dan hebben we Twister. Mark mag eerst. Rechtervoet op rood. Ja, goed zo. Weer rechtervoet op rood. Ah, ja, dat is makkelijk. Dan wordt een shotje. Linkerhand op groen. Ja. Jongens, waarom gebeurt dit mij de hele tijd? Oh ja. Yes. Dacht je dat je bij Robinson al alles gehad hebt? Heel goed, Robinson. Oh jongens, heerlijk. Pas op voor je broer. Oh, ik weet niet hoe jullie dat willen doen. Nou, doen we gewoon een beetje zo. Nou, ik wens jullie heel veel succes, jongens. Laten we gaan. Wie heeft nog het minste gedronken? Oh. Geweldig, jongens. Oud cuisine. Oh, kijk. Nick weer met zijn badtraas in ieder geval. En waarom hebben jullie zo'n warme band bij deze snackbar? Want ik zit niet vaak met mijn eigen flessen bij de snackbar. Hij en ik hebben hier allebei gewerkt. Ja, we kunnen alles maken wat we willen, letterlijk en figuurlijk. Nou, doe mij maar een lekkere Turkse pizza in ieder geval. Een lekkere Turkse slurp. Dat komt nog wel goed, hoor. Kijk eens, kijk, dit zijn de belangrijkste bussen. Wordt er een beetje geregeld? We hebben een relatie en we hebben elkaar een goed eruit kunnen vinden.
Jullie zijn echt een huiskantine. We zijn een huiskantine koppel. Zijn er ook onderling al in de groep, binnen de groep? Jullie dan in een prela, in een rela, zijn jullie kwarrels? Je hebt dus scharrels, een kwarrel, een prela en een rela. Wow. Waar zitten jullie? Gewoon een relatie. Ja. Dus er zijn twee? Huh? Is het niet? Nee! Ik heb een volgers en ze hebben een berg met schuld. Waarom de pols aan de jongens, zullen we een beetje. Tempo. Ga jij maar weer voor met je wodkaflessen. Kijk eens aan. Laten we eerst eventjes zeiken nog. Dit is de ingang van een parkeergarage. Dit is de ingang van een parkeergarage. Dus dat is de reden dat parkeergarages altijd zo naar zijk stinken. Nou jongens, let's go. Jongens, ik zie al huiskantine staan. Is het hier? Daar hebben we de beveiliger, de man. Kijk eens aan. Heb je een ID-bewijs ook bij? Ja, zeker. Geen idee, is geen entree. Cindy. Cindy, hup, niet te moeilijk doen. Cindy, ik ben er niet vapers. Herken je ze ook een beetje bij naam? Ik zie ze vaker dan mij. Ja. Ja, heel goed. Nou, dankjewel. Nu gaan we helemaal los. We gaan eerst naar de bar. Waren mijn vrienden, wil mij net aan het ik ben niet de kop, maar mama, jij mag wel bieden. Ik sta op al boven Minecraft, ik ben een griep in mijn eentje Calimero. En zij met tieners, mijn pet als een sombrero. Mens poppen nu de tyfus, voel mij net die zeba of Shira van Madagascar. Ik ben aan het huilen, want mijn slims die zijn niet tastbaar. Ik ben aan het cappen en die gedoe nog los uit. Ik heb geen familie, sorry, ben een bastard. Wat was dit? Wat een ongelooflijk warme ontvangst in ieder geval, jongens. Echt, jullie gaan nog eventjes heel laag in de club. En hoe gaat de avond eindigen? Ik hoop in morgen niks meer weten. Vanavond heel onze lunch en avond even naar buiten kantelen. En dan is dat geslagen. En hoofdpijn morgen. En hoofdpijn. Ja, yes, dankjewel. Toppie. Fantastisch. Inkijkje in jullie leven. En dan, fijne avond. Yo. Zien jullie. Wat doet uitsmijter Jurjen als een jongen zich verdacht gedraagt omdat hij een chonko bij zich heeft? Je ziet het nu in De Uitsmijters.